Ja, jullie zien er allemaal lopen, hè, achter me. Onze Rut is er weer, enkel hij heeft nou een kale hoofd. Ja, hoe doet hij dat? Nou ja, naar de kapper toe gaan en wat maar eraf halen, ja. Jullie mogen mij vertellen wat het voorstellen moet. Het is een knuffeldiertje, maar wie is het? Hele goede middag. Ja, ja, het is vandaag alweer. Wat vandaag is vandaag? Maandag. Ik ben de hele klut kwijt. Ja, jullie zien er allemaal lopen, hè, achter me. Onze Rut is er weer. Enkel hij heeft nou een kale hoofd. Ja, hoe doet hij dat? Nou ja, naar de kapper toe gaan en wat maar eraf halen. Ja. Hij is zonder Bibi hier. Maar ik ga zo meteen Rijka uitlaten. Dan loop ik met Rut mee. En dan... gaan we ook daar even gezellig een bakje doen. En ik neem jullie mee. Ja, dan kennen we ook Rijka gaat mee, zeg ik. Maar dan zien we Bibi ook weer even. Die ook weer leuk op de vlog. Dat doet dat altijd wel. En dat is altijd leuk. Twee van die kleine hopie-dopies bij elkaar. En het is prachtig mooi weer. Wat willen we nou nog meer? Dat zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Hier en daar een wolkje erbij. Dat maakt mij alleen nog maar blij. Wie nog meer? Maakt het jou ook blij? Nou, dan zeg je het toch onder. Ja. Reageer erop. Altijd leuk. Je krijgt er altijd een reactie op terug van mij. En wie weet ooit in de toekomst ook wel van Rut. Als hij ook gaat vloggen. Je weet het niet. Wat in het vat zit, verzuurt het niet. Maar ik zeg tot straks, lieve vrienden. Tot bij Rut op de koffie. Of niet dan, Rut? Ja hoor. Doei. Wacht even. Even wachten. Ja, lieve vrienden. En daar zit ik weer. Prins Heerlijk aan de eettafel bij onze Rut. Aan een pakje koffie. Ja, ja. Lekker, lekker, lekker. Bibi, Rijka die staat hier al. Ik heb even nieuw bij jou. Oeh, Rijka hier. En wat Bibi is, weet ik niet. Wat zit? Die. Oh. Ik weet niet of ik er zie. Nee, ik weet het niet. Nee. Oh, daar is Bibi. Maakt niet uit. Rijka die. Moet het niet. Dus wees het helemaal niet erg. Dat is afgevinkt. Dus ja, maakt het allemaal niet uit hoor. Nee, dan gaat mijn mobiel aan omdat met mijn mouw erop komt. Hoe doe ik dat? Zo, weg. Hoeft niet aan. Uit. Ja. En ik zie bij Rut een heel mooi trommeltje leggen. Of staan eigenlijk moet ik zeggen. Staat op tafel. Met een hele oude foto erop. Van onze stad, Den Helder. Met ons lange Jaap erop. En dat is de vuurtoren. Hoe mooi is dat? Mooi, hè? Met meneesje de Bruin aan de achterkant daar ook. Ja. Dat is mijn andere mobiel, maar dat is meneesje de Bruin. Dan maak ik reclame, maar ik word niet gesponsord hoor. Nee, echt niet. Nu, nee. Niemand die mij een centje betaalt. Nee. Het alles zelf doen, ja. Nee, maar dat maakt niet uit. Nee hoor, we gaan het gewoon een gezellige middag ervan maken. En ik spreek jullie straks wel weer. Of niet dan, Rut? Ja hoor. Zeg eens wat. Ja, lekker weer buiten. Lekker weer. Ja, ook dat. Ja, lekker weer. Ja. Heerlijk. Dus ja, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei. Ja, lieve vriend, ik ben weer even retour. Rut zit aan die erin in folders te bekijken. Nou, laat hem lekker gaan. Maar ik kreeg een cadeautje van Rut. Ja, jullie mogen mij vertellen wat het voorstellen moet. Het is een knuffeldiertje, maar wie is het? Nou ja, raad maar wie het voor moet stellen, hè? Ja, ik weet het. Weten jullie het ook? Vertel het me dan maar onder deze vlog. Te zeggen. Vind ik gewoon leuk. Ja. Is toch een lief diertje of niet dan? Ja toch? Ja.
vind ik van wel. Echt leuk. Dankjewel, Ruud. Oké. Dus we zitten er een paar te mopperen hier. Ja, rara, lieve vrienden, waar zijn wij? Ja, waar zijn wij? Weten jullie het? Nee, maar ik wel. Ja, ja. We zullen weer even gaan staan, want ik zit er even bij. Maar waar Rijka nou is? Achter mij. Die moet ik weer even voor mij hebben. Tenminste half, zodat ik kan staan. Daar staan de dames. Rijka en Bibi. Weten jullie nog niet waar we zijn? Nou, gerust. We staan op de dijk. Daar gaat een boot. Ik zeg altijd de Texelse boot. En daar aan de overkant ligt er nog een. Daar zien jullie Texel. Ja, en ik zie ook het kerkje van Den Horen. Een dorpje in op Texel. Ik wou zeggen in Texel, nee, het is op Texel. Want het is een eiland. Hier. En daar staat Ruud. Ja. Hoi Ruud. Hallo. Gaat het met jou? Ja hoor. Mooi zo. Hallo dames. Dames. Bibi en Rijka met elkaar. Ja, ja. Het is prachtig mooi weer. Het is laag water. Oh, je zit vast. Meisje moet rommel rijden. Zie je het hier nou? Ja, dan zijn ze te lui om zelf te rijden. Je moet weer de rommel rijden. Dan nog. Gas geven. Ja. Maar in ieder geval, de Texelse boot die loopt aardig al binnen de haven in van Den Helder. Dus eerder dat je weet, kennen de mensen daar vanaf en daar ook weer op. Maar ja, we mogen niet te veel bij elkaar. We hebben een winkel gezien, dat was een flyer, waar je flyer kon kopen. En dan mochten maar twee klanten per keer naar binnen. Dus ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Nee, twee keer niks. Mijn lieve vrienden, ik ga nog eventjes zitten. En dan gaan we lopen. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei! Ja, okay. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik ben back af, last van mijn rug, last van mijn benen, maar wel voldaan. Ja, en toch blij ook dat we het hebben gedaan. Ja, het was heerlijk, het is prachtig mooi weer. Het is niet koud, af en toe moest ik toch wel geloven dat ik mijn handschoenen aan moest doen. Ja, want anders kreeg ik toch wel door de wind toch wel niet pijn aan mijn vingers. Maar dat maakt niet uit. Nee hoor, af en toe aan en af en toe uit. Nou ja, en natuurlijk, ik had een zakje rozijn van gekregen. Nou ja, oké. Okay. Hij moet dat niet. Nou ja, en dan mijn knuffeltje, hè? Ja, mijn knuffeltje. Nou. Vertel maar, wie is dit? Weten jullie dat? Schrijf van hieronder. Ja, ik zou het graag willen weten van jullie. Ja, graag. Dus ja, ik vind het leuk. Hij is ook leuk. Ja, echt leuk. Dus ja, ik zou zeggen, schrijf het maar onder en dan horen we het wel. Hartstikke leuk. Ja, en Rijka die is moe, die legt op de bank. Er is er hier eentje aan het zeuren, dat is onze prinses Ewin. Die wil weer eten. En daar zit meneertje Kandel, die is de hele middag lekker buiten geweest. Die is dus nou ook weer net binnen. Dus ja, we gaan zo meteen maar eens denken aan het eten. Ik zal eerst even de diertjes verzorgen. Kijken, die zal wat te moe zijn om te eten. Dus die krijgen we wat water. Ja toch? En hun hebben nog op de middag. Dus dat eerst wat eten. Dan misschien vanavond water wel weer. Dus ja, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet ze. Smakelijk eten, bon appetit. En ja, ik maak er gelijk een einde aan. Ik ben toch zwart.
En ik moet ook nog een vlog in elkaar zetten. Ja, anders hebben jullie morgen niks te zien. Nee, dat moet toch wel? Ja, want anders missen jullie mij. En dat moet ook meneer. Nee. Dus ja, moet ik ook nog doen. En ik zou zeggen, geniet vanavond met elkaar. Ik kreeg van Karin een leuk plaatje. Dat zal ik je voorlezen. Dat is een heel leuk plaatje vanwege het coronagedoe. Even. Breaking Nails. Stukje wandelen. Niet afgelast. Filmpje kijken. Niet afgelast. Uitgebreid koken. Niet afgelast. Spelletjes spelen. Niet afgelast. Muziek luisteren. Niet afgelast. Een boek lezen. Niet afgelast. Online gamen. Niet afgelast. Uitslapen. Niet afgelast. Tijd voor elkaar. Niet afgelast. Lachen. Niet afgelast. Zingen. Ook niet afgelast. Dankbaar zijn. Niet afgelast. Met andere woorden. Wees dankbaar. Want je hebt elkaar. Wees daar blij mee. Geniet van de dingen die je nog wel kan. En mag kan doen. Het is prachtig mooi weer. Ga er inderdaad op uit. Doe leuke dingen met elkaar. Ga de natuur in. Ja. Maak het gezellig. Maar houd afstand. Ja. Net zoals wat ik. Bijna alles is dicht. En er was één winkel, een flyerwinkel, waar we langs liepen. Daar stond dan ook een papier op het raam van twee klanten waren toegestaan. Nou ja. Er kan meer in zo'n winkel, maar houd afstand. Ja, die winkel was groot genoeg. Hadden er ook 5 in gekund of 6. Maar dan afstand bewaren. Nou, dat had makkelijk gekund. Maar ja, nee, 2 klanten per keer. Nou ja, dan krijg je sowieso al bijna geen klanten. Dus je moet inderdaad wel een verjaardag hebben. Maar ja, bijna iedereen hier heeft zijn verjaardag verzet. Tot latere tijdstip. Maar oké, ik vind het wel komisch, dat plaatje. Ja hoor, helemaal komisch. Maar de telefoons moeten aan de laders. Ook deze telefoon, waar ik dus mee film. Dat is mijn oude mobiel, moeten aan de lader. Deze moet aan de lader. Dus ja, ik heb genoeg te doen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ervan en we spreken elkaar. Morgen aan de andere kant van de nacht wel weer. En morgen komt niet Rebecca, die is vandaag ook niet geweest. Die kon dus niet haar dagen gaan verschuiven, want ze had geen oppas voor de kinderen. Morgen komt weer een oude, tenminste een oude dame, dat wil ik niet zeggen. Een oudere, iemand die hier al een aantal keren is geweest. En dat is niemand minder dan ook een Astrid. Ja, Astrid Pijnakker. Ja, die komt gezellig bij me. En die gaat de heer de Boel even voor mij weer in kannen en kruiken brengen. Nou, helemaal toppie, geweldig. Ja, ze komt morgen om 10 uur al. Dus ja, vroeg uit de veren dus. Maar komt goed, zeggen lieve vrienden. Tot de andere kant van de dag. Doei!